In 2019 ging de laatste euromodelbouwbeurs door in de Limburghal. Covid zou de spelbreker zijn, want de euromodelbouwbeurs was voorzien voor 2021, maar door Covid kon die niet doorgaan. Meermaals staat men vol bewondering te kijken naar wat de modelbouwers kunnen realiseren. Diorama's van circussen en de banen waarop groot en klein autootjes laten rondracen trekken de aandacht. Op verschillende plaatsen zitten handelaren met bouwdozen of grote en kleine accessoires voor de modelbouwers. Het Meccano-bouwsysteem, dat meer dan 120 jaar oud is, ontbreekt ook niet op de beurs. De bouwers van mini-stoommachines geven graag uitleg over hun bouwjuweeltjes. Ja, de
verschillende verenigingen van bezitters van elektrisch voortgedreven voertuigen hebben zichtbaar lol in hun hobby. De beurs kan zich met recht en reden de naam internationaal aanmeten. Verschillende groepen of individuen komen uit het buitenland, uit Duitsland, Nederland en Frankrijk, zoals deze man die een reuzegrote mobiele circus heeft uitgebouwd. Bij de diorama's van de spoortreinen staat men meermaals met de mond open, want de realistische weergave van het landschap, de steden en de stations is ongelooflijk. Lego-blokjes laten de jongsten hun bouwplannen uitvoeren. Hier rijdt een robotmannetje rond op zijn fietsje. Deze familie heeft wat gekocht, dus nu vlug aan het werk thuis.